Hi, hier ben ik weer. Zoals gevraagd en beloofd, heb ik hier een video van wat ik allemaal heb gemaakt en wat ik allemaal heb. Ik hoop dat jullie dit een beetje interessant vinden. En dat jullie dit leuk vinden. Ik laat eerst al mijn armbandjes zien en dan al de figuurtjes. Ik ga binnenkort naar de toppers, dus dan hebben we bandjes gemaakt. Deze. Ik vind hem zelf leuk. Want het zijn rood-witte bandjes met blauw-witte bandjes en glow-in-the-dark bandjes. Ik heb er hier nog twee. Ze zijn wel leuk. Ik heb dit bandje. Met bloemetjes. Ik heb zelf een verlenging eraan gemaakt. Met blauw en zwart. Ja, hij is wel leuk, maar ik zal hem zelf niet omdoen. Ik ben zelf een jongen. Dus. Dit bandje heb ik gisteren nog even in elkaar gemaakt. Simpel. Dit is op de simpele manier. Met de loom. Hij is ook wel leuk. Ik heb deze. Ook wel leuk. Hij is best wel stevig. Vind ik. Ik vind hem ook leuk. Deze die heb ik net nog gemaakt. Deze vind ik echt heel mooi. Dat is de visgraat. Die maak je met een pen. Die laat ik zo meteen zien. Deze vind ik heel mooi. Want dat witte dat is glow in the dark. En dat andere dat is ja. Een beetje doorzichtig blauw. Dat vind ik zo heel mooi. Dan heb ik deze. Dat zijn blauw-witte elastiekjes met zwart-witte elastiekjes. Ook met de pen gemaakt. Ja, die vind ik ook wel mooi. Ik vind het eigenlijk allemaal wel mooi. Deze is meer voor mensen die van zwart-wit houden. Dit zijn zwart-witte bandjes. En voor mijn moeder heb ik deze gemaakt. Deze roze met wit. Ook wel leuk voor meisjes. Ik heb deze heb ik gisteren zelf verzonnen. Ook op gewoon zelf. Een beetje lopen prullen. Toen kwam dit eruit. Rood, wit, blauw. Ik vind hem zelf wel mooi. Ik moet alleen nog een verlenging eraan maken. Maar dit is wel leuk voor als voetbal begint. Dan heb ik deze nog. Sorry. Deze. Die vind ik zelf ook wel mooi. Dit zijn ja. Geel, groen met wit elastiekjes. Deze heb ik gisteren even in elkaar gemaakt. Maar ik vind deze echt niet mooi. Maar ja, ja, maakt mij niet uit. Deze vind ik ook wel mooi. Wit met groen. Ook wel simpel, maar hij is ook best wel stevig. En dan deze, die vind ik echt heel mooi. En hij is ook mooi stevig. Hij is heel stevig. Ik kan hem best wel moeilijk uit elkaar trekken. Hij zit ook mooi. Hij is niet voor mij, hij is ook voor mijn moeder. Hier ben ik wel eventjes mee bezig geweest. Maar je hebt wel wat moois. Ik heb ook nog deze Minion armband. Die vind ik zo veel grappig. Dus. Ik ga nu de figuurtjes laten zien die ik allemaal heb gemaakt. Ik heb al een video geplaatst waarin ik een wortel heb gemaakt. Deze, ik heb hem nu al 4 keer. Dus ja, dat is niks nieuws. Ik heb een gele slang en een groene slang. Ik vind het zelf heel erg leuk. Want als je hier om het tongetje een C-clip doet en aan het einde een C of een S-clip. En je doet ze aan elkaar, heb je een slangenarmband. Dat vind ik zelf heel leuk. Dus, en je kan ze eigenlijk in alle kleuren maken die je beschikbaar hebt of die je leuk vindt. Deze heb ik ook gisteren gemaakt. Dit lusje moet eigenlijk in een schildpad. Maar dit is een schildpad. En ik vind hem zelf heel leuk. Hij is ook niet zo moeilijk om te maken. Dus. Ja, ik vind hem wel grappig. Potlood. Daar wil ik ook nog een filmpje van maken. Maar het lukt me steeds niet. Dus ik hoop dat het gaat lukken. Deze potloden. 4. En ik heb deze blauwe ook gemaakt. Ik vind hem eigenlijk niet zo mooi, die blauwe. Maar ja. Ik heb ook deze. Een hondje. Dit is eigenlijk de staart, maar ik krijg hem niet naar achter. Ik vind hem op zich wel leuk, maar ja. Nou, dat is wat ik ongeveer allemaal heb gemaakt. Dan heb ik
Deze haaknaald, die hoort bij de funloom. Deze. Deze is ook wel leuk. Dit was de eerste. Die was in heel Nederland was die uitverkocht. Maar ik ben toch eigenlijk niet zo blij dat ik deze heb gekocht. Want ja, je kan hier wel veel dingen mee maken. Maar niet zoveel. Dan heb ik deze pen losgekocht. Voor 4 euro. Bij de Bart Smith. Nou, dat is helemaal niet duur. En daar krijg je dit mooie effect mee. Dus ja, dat vind ik wel mooi. Dus, ja, dit is wel een aanrader. Hij is ook echt niet moeilijk om mee te maken. Dus, ja. Dan heb ik de Rainbow Loom. Dit is wel een van de bekendste merken. Deze vind ik echt, ik heb hem eergisteren gekocht. En ik vind hem echt super, maar ook echt super fijn. Want hij is echt heel stevig. En je kan hem losmaken met de haaknaald, de achterkant. Dus kan je helemaal uit elkaar halen. Je kan ook meerdere aan elkaar maken. En dat kan ook wel bij de funloom. Maar ja, ik vind deze gewoon heel fijn. Je kan hem helemaal uit elkaar halen. Ja, dat boeit niet. Ik heb ook deze. Die zat bij de Rainbow Loom in. De Mini Loom. Die zat hier op de haaknaald. Ik heb zelf deze een grip gemaakt. Omdat ik steeds last van mijn vinger krijg. Omdat je hem steeds moet trekken. Dus ja, daar ben ik blij mee. Ik heb deze ook gekocht voor 6 euro. Op de hoek bij de dierenwinkel. Maar ik moet zeggen, deze moet je niet kopen. Want deze die is ten eerste heel flexibel. Kijk maar. Ook als je hem recht zet. Hij is heel flexibel. Hij kan heel snel los. De weenbloem kan je nauwelijks buigen. En die van mij is gebroken. Dus deze moet je niet kopen. Dat zeg ik je vast. Dan heb ik allemaal elastiekjes. Maar eerst, ik heb dit papier. Met allemaal haakjes erop. Tenminste, pinnetjes erop gekopieerd. Nou, die heb ik uitgeprint. En daar maak ik aantekeningen op. Zodat ik weet hoe ik het moet maken. En dan steeds nummertjes erbij. Welke stap is. Nou, dit is dan van potlood. Deze is van wortel. En ik heb er nog meer in dit mapje. Ik moet zeggen, dat is heel makkelijk om te maken. Nou, makkelijk. Het is heel handig, laat ik het zo zeggen. Want je kan zelf ook een beetje gaan ontwerpen en zo. Dan mijn doos met elastiekjes. Ik heb er best wel veel. Kijk, dit zijn allemaal elastiekjes. Plus nog wat gemengde hierin. Ik zal even een lichtje erbij maken. Deze middelste is van de Rainbow Loom. En dit is van een ander merk. Deze zijn heel goed. Nou, niet goed, maar ze zijn wel heel fijn. Ik heb deze oranje, gele. Ja, deze gemengde. Ik vind ze op zich niet zo heel mooi, maar wel grappig. Die hoort hierin. Dus dat zijn paars-wit met roze-wit met groen-wit. Allemaal verschillende. Dan heb ik wit. Dat is wel de meest gebruikte kleur. Dus zorg dat je die op de voorraad hebt. Deze, dat zou ze nog laten zien. Dat zijn deze elastiekjes. Ik vind ze zelf best wel mooi. En dan heb ik de zwart met wit. De blauw met wit. En de rood met wit. Deze, die zijn nog van het merk Funloom. Die heb ik nog steeds niet opgemaakt. De twee groene horen er eigenlijk in het pakje hiernaast. Dan heb ik zwart. Gebruik je ook wel veel. Blauw. Ook wel mooi blauw. Dan heb ik nog deze blauw. Dat is zeg maar die soort van doorzichtige. Deze nog een paar gemengde. En roze. En nog groen. Nou, en dan hier nog een hele hoop haaknaalden. En dan nog deze. De van de Rainbow Loom, dat zijn echt aanraden elastiekjes. Die zijn gewoon heel goed. Nou, dit is dus wat ik allemaal heb. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En dat jullie hem even liken. Abonneren kan gratis hierboven. Liken en reageren kan ook gratis hier beneden.
Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. En bedankt voor het kijken. En misschien tot de volgende keer. Doei!